Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Civilization 5 met China. We proberen nog altijd Nederland te verdedigen. En daarvoor is deze Gatling Gun, de eerste echte moderne unit, denk ik heel erg handig. Althans, dat hoop ik. Kijk, we kunnen hem gelijk neerzetten waar we hem nodig hebben. Ik ga deze gewoon wegdoen. Ik ben er een beetje klaar mee. Zo achterhaald. Kunnen verder ook niet zoveel uithalen. Kosten bovendien ook nog eens geld. En dat is zonde. Goed, de World Assembly komt voor het eerst bij elkaar. Ik ben tegen het verbieden van Silk en ik ben voor de betere research. Ik ga mijn delegates daarvoor inzetten. En we hebben ook een nieuwe social policy. Ik wil het liefst deze. Dat geeft elk handelshutje één extra science. En dat is met name natuurlijk hier. Oh wauw, hier moet ik er nog heel veel gaan bouwen, zie ik. Is met name daar straks handig. Dus nou, nu ik zie dat ik nog allemaal moet doen. Zoveel jungle heb ik eigenlijk helemaal niet. Goed dat ik dit even check. Dan pakken we toch even deze. Zo. De production staan. Goed. Choose production. Dan ga ik toch even een paar workers bouwen. Het wordt hoog tijd dat we dat dan daar wel een beetje onder controle krijgen met die outpost. Want dat betekent dat we dus ook een hoop science mislopen nu. En cash. Ik had verwacht dat ik dit inmiddels al allemaal volgebouwd had, maar het lijkt verre van waar. Dus nog wat werk aan de winkel. Is dat mijn explorer? Ja, ik denk het wel. Alert. Alert. Ah. Oké. Okay. Is ook klaar. Nou, dit is niet echt de plek om een worker te bouwen. Amfitheater. Research. Science. Vergeet te kijken wat de uitslag van de stemming was. Die heeft op ons niet zo heel veel effect. Thank you for helping. Oké, dus die science is doorgegaan. De science die al onderzocht is door anderen wordt nu goedkoper voor degenen die hem nog niet hebben. 13. 16. We gaan voor 13. Hoppatee. Ja, wacht even. Ik denk dat ik jou eerst hier naartoe haal. Zo. Ook even een workertje bouwen. Kost ook maar twee beurten, dat schiet lekker op. Hey, hier zit misschien nog een eilandje wat gekoloniseerd kan worden. Nee. Geen oorlog met Darius voor mij. Maar hey daar, heb je shotcut zip? Ja, prima. Samenwerken is goed. Wij zijn soms op nummer 3 en 4, dus het is handig als we elkaar helpen. Schaapjes. Fortify en settle. Oh, kijk, mooi. Iron erbij. Hier is zo te zien nog helemaal vrij. Kolen, niet zo heel veel. Herten, bergen. Stel je voor dat we hier beginnen met een monument. Nou, oké. Okay. Outer Explorer. Kijk, die is af. Kan je daar meteen gaan beginnen. Hoppatee. Hier misschien nog een workboat. Kunnen we dan mooi daar naartoe sturen. Ja, doe er maar gelijk twee dan. Hebben we hier al een museum? Ik denk het wel. Ja, dan kunnen we ook onze eerste archeoloog gaan bouwen. Nice. Oh, bedankt voor de info.
Polynesië is dus tegen mij aan het plotten. Sorry, ik meen er niks van. Maar dat hoor je graag. Zie je hier toch nog een stadje bouwen, daar zo. Ik wil die silk en die side pakken. Ja, nu heeft niemand die silk en ik kan hem goed gebruiken, hoor. Mijn happiness is weer eens te laag. Melbourne, alright. Oké, daar gaan we. Trading post. Nieuwe Gatling gun. Het lijkt me voor hier ook niet zo slecht, maar eerst een workshop. Hij heeft al riflemen en lancers. Hij loopt dus ook technologisch in ieder geval 2 of 3 technologieën voor. Het voordeel is dat als we die porseleinen toren halen, dat we een Great Scientist cadeau krijgen. Die zouden we in 1 keer in kunnen zetten om min of meer 1 tech gratis te krijgen. Daarmee lopen we in ieder geval een beetje in. Dat zou tenminste iets zijn. Oké, op naar het slot. Hopen dat deze daar niet gelijk wordt aangevallen door de Russen, want dan hebben we echt pech. Oké, een paar trade deals met Caesar zijn ten einde. Oh ja, dat is die workboat. Nou, die kan gelijk pearls gaan halen dan. 7 beurten, duurt even. Maar so be it. Hier een Colosseum, om die happiness weer wat hoger te krijgen. Even met Caesar weer wat handelen. Salway. Mijn citrus voor jouw gems. Excellent. Oké. Hebben we nog iets over? Denk ik niet. Nee. Helaas. Dat is... Furs. Sorry. Misklik. Furs voor pearls. Mooi. Die pearls pak ik zo toch nieuw. Sta offerta nog sarà valida per goed. Ik pearls heb ik er zo meteen weer bij, dus dan is ik in ieder geval die first voor een tijdje. Oh, dat ging heel snel. Even kijken, nou, ik ga ook maar hier helpen. Er kan nog een hoop gebeuren daar. Oké, de eerste archeoloog mag hier naartoe. Production. Een barracks. Een factory. Elektriciteit. Olie. Ik ga eerst even de achterstand inlopen, want die gaat waarschijnlijk redelijk snel. En dan kunnen we gelijk zien of we echt ver achterlopen of dat we gewoon een paar van die simpele technologieën misten. Construct archaeological dig site. Yes. Productie. Ja, Colosseum hier is wel handig, maar het is een beetje vroeg. Een granary. Hoe lang nog? Bijna klaar. Singapore under attack. Ik weet niet of ik daarmee kan helpen. Choose production. Ook een barracks. Nee, geen oorlog met Nebuchadnezzar. Hoewel, ja. Ik weet niet waar die zit. Hij zit hier. Hij ligt wel aan het water. Is hier ook een goede stad om in handen te hebben. Ik zie silk. Ik zie 2 keer fur. Waarschijnlijk is het ook zijn laatste stad, dus het zou wel interessant kunnen zijn om in 1 keer een bom over te nemen. Ik wil wel even een behoorlijke oorlogsvloot bouwen van in ieder geval 4 schepen. Mooi, Porcelain Tower is van ons. Krijgen we mee een gratis
mannetje. Levert 3100 op. Ja, ik ga hem toch inzetten. Want deze levert al science op. En als we straks dit allemaal af hebben, dat levert veel meer op dan die ene doet. Dus, zo. Pakken we er dan bij, rifling. Zo. Dan lopen we toch bijna in één keer twee technologieën in. Next turn. Deze weg is af. Mooi. Die is ook af, denk ik. Ja. Boerderijtje. Hop. Next turn. Ja, is goed. Heb jij geld? Ja, dat heb jij. Nou, je hebt geen ijzer nodig. Oké. Dan doen we het zo. Nee, de Russen zijn terug. Oh, en doe. Nou, wat doen we trouwens? Maar wel een reden om even weer de zaak op scherp te zetten. Trade post. Alert, choose production, hier een, duurt heel lang, maar ik denk toch een harbor, dat is dan de connectie met de hoofdstad, gaat wel heel lang duren, 86 beurten, maar ja, ik zou zo ook niet weten waar die meer mee geholpen is, gaat weer rust. Hij zit op Rifleman. Duurt voor ons ook niet zo heel lang meer. Opnieuw een muzikale compositie. Ravel. String Quartet in F. Klinkt ook niet heel bekend. Alert. Alert. En Lumbermill. En ook hier een Lumbermill kamp. Tijd voor een profit. Of ja, ik zei profit, ik bedoel missionaris. Want ons geloof wil wat verspreiden. Die is gearriveerd. Mooi. Dan hebben we zelf onze puls weer terug. Dus. Mag ik dadelijk daar naartoe? Production. Een museumpje, denk ik. Nou nee, dat is maar die public school bouwen. Ik ga hem hier ook op default zetten. Misschien zelfs op culture. Of misschien wel op science. Ja, ik ga hem op science zetten. Het is nu 312. Wat was het net? Met production was het... Ja, dat scheelt... 70 per beurt. Dat schiet wel op. Productie gaat langer duren, maar so be it. Dan is het wel handig om te kijken waar de olie zit. Production. Een tempel. Hey, hier kan nog een visser. Dat is de timer. Tijd om deze episode af te ronden. Dat gaan we ook meteen doen. Volgende keer gaan we verder. Heel graag. Tot dan.